Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met de voorzitter van de N-VA, Bart De Wever, met Els Hertogen van 11.11.11 en met politiek journalist Rick van Kouwelaert. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond allemaal, welkom. Welkom Bart De Wever. Voor we naar het Midden-Oosten gaan, toch even naar de Antwerpse politiek kijken. Een van uw schepenen, Erika Kaluwaert van de Open VLD, stapt uit die partij. Mag zij haar bevoegdheden houden? Zij mag haar bevoegdheden houden, maar het is niet alsof we daar veel keuze in hebben. Wettelijk kunnen we haar het schepenambt niet ontnemen, dat is wat de VLD ons vroeg, maar dat kan wettelijk niet. En een schepen zonder bevoegdheden, dat is eigenlijk ondenkbaar. Dan heb je een oppositieschepen, dus dat is een feitelijke toestand, die maar, ik wel betreur. Ja, want wie vertegenwoordigt zij nog? Op dit moment zichzelf. En dus dat is iets wat ik betreur, want we hebben natuurlijk een coalitie met de VLD gesloten. En het was niet mijn intentie om de VLD in de oppositie te duwen. Maar door omstandigheden zijn ze daar eigenlijk in terecht gekomen. En stapt zij over naar een andere partij, bijvoorbeeld uw partij, om haar te vragen, omdat u zelf over herstichting begon? Is dat een van de mogelijkheden of hoe moeten we dat inschatten? Ik heb daar nog nooit over gesproken en die vragen moet u aan haar stellen. Oké, goed. Zullen we doen. Rick van Kouwelaert, goedenavond. Goedenavond. Gisteravond kwamen RTBF en La Libre Belgique met een peiling. Laten we zeggen, toch opvallend resultaat voor de CD&V. Een zekere heropstanding. Bijna het resultaat van de verkiezingen van 2019. Wat is volgens u de reden van die heropstanding? Wel, twee dingen. Ja, je moet er toch wel op letten met dit soort peilingen. Want die peiling van La Libre en de RTBF is toch wel een peiling waar een grote marge op zit. Oké, 4,4% foute marge. Daarop bouwen lijkt mij heel onvoorzichtig. Maar wat wel eens waar is, is dat ook in langstaanstalige kant de oud PSC'ers en de CDA's, nu Les Engagés, ook naar boven ziet komen. Dus ik denk dat de staatsbon van Vincent van Petegem eventueel de aandacht op die partij terug heeft getrokken. Het beleid van Nicole de Moor? Nicole de Moor, ja, maar ik ben daar niet zo zeker van. Nee. U denkt van niet? Ik denk in Wallonië is dat het gat dat Boucher aan het laten is. In Vlaanderen denk ik echt het beleid van Nicole de Moor. En dat is een beetje ironisch, want er is een enorme puinhoop van dat migratiebeleid gemaakt. Dus er zijn tot miljoenen dwangsommen veroordeeld. Onmenselijke toestanden. Men legt nu gewoon het recht naast zich neer en de rechtsstaat naast zich neer. Maar ironisch genoeg word je daar in Vlaanderen wel populair mee. Maar dat is heel ironisch, want die puinhoop heeft zij zelf en vooral haar voorganger Sami Mehdi zelf gemaakt. En nu is het zover gedreven dat ze zegt, alleenstaande mannen, ik geef die geen asiel meer. Ja, ironisch genoeg is dat een populair idee in Vlaanderen. Iedereen die dat doet, zie je onmiddellijk omhoog gaan in de peiling. Dat zie je nu weer. Ik denk dat je de staatsbond niet mag onderschatten. Hè? De manier waarop we daar Vincent van Petegem in de pitcher is gezet. Goed. Maar in ieder geval, het blijft iets heel precair, die heropstanding. Ja, oké. De partij van Bart De Wever, de N-VA, flirt met de 20%-grens in verschillende peilingen, ook in deze peiling. Ja. Hoe belangrijk is die symbolische grens? 20% is zeker een symbolische grens waar niet mag ondergegaan worden voor de partij. Wat gebeurt er dan? Wel, eens dat een neerwaartse trend is ingezet natuurlijk, is het heel moeilijk om dat te stoppen. En wat mij destijds is opgevallen, dat was de peiling in het Belang van Limburg, waar de partij toch ongeveer bijna 30% heeft gehaald. Mm-hmm. En daar nu plots op 18% zitten. In een provincie waar mevrouw Demir dan de populairste is, alhoewel ik denk dat het vooral over merkbekendheid gaat en naambekendheid gaat. En ik moet zeggen, die peiling van het Belang van Limburg in het verleden is nogal juist geweest. Oké. Ik denk dat er toch flink zal moeten gewerkt worden. Ervaart u dat ook als een kritische grens, die 20%? Ja, wij zouden graag liefst iets beter doen. Nu in de peilingen statistisch zitten we al een aantal jaar gelijk. En ons probleem is natuurlijk dat er een verdere doorbraak van uiterst rechts is gebeurd. Onmiskenbaar, eigenlijk al vrij snel na de vorige verkiezingen. En dat je die tendens moeilijk gekeerd krijgt, omdat mensen gewoon heel boos zijn. Omwille van het migratiebeleid zijn ze boos, omwille van het energiebeleid, het sociaal-economisch beleid, de keuze voor niet-werkenden en het budget. Maar dat ze ook wel in Vlaanderen weten, vroeg of laat gaan wij dat moeten betalen. En die boosheid zit diep. En dus heel veel mensen die je tegenkomt, gaan irrationeel stemmen. Geven dat ook toe, het is vanuit de buik, het is gewoon om de traditionele politiek te straffen. En zo'n grote doorbraak op rechts is voor een centrumrechtse, dragende bestuurspartij, ja, dat is niet gemakkelijk te keren.
creëren. Dus wij moeten echt vechten tegen die tendens, want het zou een drama zijn. Hè? Uiterst rechts, in mijn analyse leidt dat naar Vivaldi 2. Als de uitslag van de peiling die gisteren is gekomen, en morgen de waarheid is, zit je overmorgen met Vivaldi 2. Dat is de paradox van extreem stemmen. U hebt gesproken over een herstichting. Ik heb het daar net al even vermeld, waarbij u kijkt naar twee andere partijen, Open VLD en CD&V. Ja, is dat de manier hoe u dat probeert tegen te houden? Ja, op termijn zal dat denk ik echt wel moeten gebeuren, want de mensen in die partijen die nog centrumrechts denken, ja, die proeven dat ongenoegen ook en die zien dat klavertje 4 van ongenoegen ook en zij zeggen, ja, federaal, we krijgen dat ook niet gekeerd, we kunnen niet het beleid leveren waar de Vlamingen voor gestemd hebben en die wordt alleen maar bozer. En dus zal er een grotere macht in dat noorden moeten komen die toch dat beleid kan afdwingen. Wat ons betreft eerst via een institutionele hervorming, zelfbestuur. Die analyse wordt breed gemaakt bij mensen in de VLD, zeker in de CD&V. En het broeit. Iedereen in het parlement klapt elkaar daarover aan en zegt, het kan maar zo niet verder. Maar op dit moment niet veel. Nee, we zitten te dicht bij de verkiezingen. Ook de partijfinanciering heeft van die partij echt bedrijven gemaakt die op continuïteit aansturen tot in het absurde en laatste peiling. Voor de VLD, voor wat het waard is, een peiling. Dat is nog 6 zetels. Hè? Dat wil zeggen, wat de Croo het zei over de Volksunie, kan in een taxi naar het parlement komen. Dat kunnen we nu over de liberalen zeggen. Dan zouden eigenlijk alle alarmbellen moeten afgaan. Maar je merkt dat die in een soort van verdwazing achter de Croo naar die verkiezingen blijven toelopen. Ja, mijn appel is uiteraard, ja, stop daarmee. Hè. Word wakker uit die verdwazing. Dat is de march of folly. Als dit de uitslag is, kan je niks meer. Dus laat ons toch proberen te bundelen. Als je het CSU als model neemt in Duitsland, wel bekend, de Duitse christendemocraten, die hebben wel in relaties met de, zal ik maar noemen, de standen gespanjeerd. Dat heeft u niet gedaan. Okay. Althans, zullen jullie die nodig hebben om daartoe te komen. Maar die hebben we ook nooit gehad, Rick. En die nee, maar als u ons CSU-model, als u een CSU-model wil, dan gaat u het wel opnieuw moeten aanknopen. Zal ik ook de derde gast aan de tafel even vragen om zich voor te stellen. Els Hertogen, voorzitter 1111. Directeur. Directeur, excuseer. Directeur 1111. Hoe belangrijk is binnenlandse politiek voor, zal ik het een Noord-Zuidbeweging noemen? Ja, superbelangrijk. Ik denk dat het heel duidelijk is dat wij globaal steeds meer en meer met elkaar verbonden zijn. Klimaat, migratie, dat zijn allemaal thema's die ons allemaal raken. We zijn bezig met internationale solidariteit. Dus het beleid dat gevoerd wordt op vlak van klimaat, op vlak van migratie, maar ook op vlak van socio-economische ongelijkheid hier, omdat er heel vaak dezelfde mechanismen achter zitten als wereldwijd, zijn voor ons superbelangrijk. Dus wij volgen dit ook echt wel op de... Maakt het een verschil wie het beleid voert? Een linkse of een rechtse regering? Maakt dat voor een organisatie als 1111 verschil? Ja, goh, weet je, ons kompas is dat mensenrechten universeel zijn. De ene mens is nooit meer waard als de andere. En dat moet internationaal gewaarborgd worden. Welke partij dit waarmaakt, maakt voor ons niet uit. En we zien ook dat in heel veel partijprogramma's er linken te leggen zijn. Er is één partij waar we niets mee samenwerken. Dat is Vlaams Belang. Maar alle andere partijen, als we die partijprogramma's bekijken of met hen in dialoog gaan, merken we dat er linken te leggen zijn. Ja. Is 1111, zal ik het zo formuleren, een linkse organisatie? Mag ik dat zo zeggen of niet? Ik heb problemen met het woord links, omdat er zoveel assen zijn waar je links of rechts op kan staan. We merken wel dat wij zo geframed worden. Wordt heel makkelijk op ons geplakt. Ik vind ons voorganger, links... Bogdan van den Bergen, zit nu bij Groen, om maar een voorbeeld te geven. Maar wat heel interessant was, was hoeveel er verrast waren binnen onze sector dat hij die keuze heeft gemaakt voor Groen. Dus als directeur heeft hij zelf heel erg dat pluralisme in het vaandel gedragen en ook wel uitgedragen. Ik merk dat dat vreemder is, maar ik merk vooral van het moment dat wij in dialoog gaan met andere partijen en wij zeggen, wij zijn voor mensenrecht voor iedereen, dat moet gerealiseerd worden binnen de grenzen van de planeet, dat er heel veel aanknopingspunten zijn. Dus als mensen door het frame gaan, dan merken we dat er eigenlijk dat label niet meer op die manier wordt geplakt. Ja. Goed, laten we misschien naar het Midden-Oosten gaan, want de terroristische aanval van de Hamas-strijders heeft een zware reactie uitgelokt intussen van het Israëlische leger, dat sindsdien de Gazastrook onophoudelijk bombardeert, zonder onderscheid trouwens te maken tussen bewoners, burgers en Hamas-militanten. Bovendien is die Gazastrook intussen zo goed als volledig afgesloten van de buitenwereld, geen water, geen elektriciteit, geen voedselbevoorrading en dreigt Israël ook nog eens met een invasie. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע מותו. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel.
Men mag denken over de complexe problemen van het Midden-Oosten wat men wil. Maar vandaag is er maar één kant om te kiezen. Dat is de kant van Israël. Dat is de kant van de democratie. En dat is de kant van het licht. Laten we vooral niet de gewone Palestijn, de gewone inwoner van Gaza, de hele bevolking van Gaza, gelijkstellen met de terroristen van Hamas. En ik denk dat de burgemeester ook van Antwerpen, maar ook mijn burgemeester in Mechelen, dat wij die empathie voor alle slachtoffers, dat die vandaag op zijn plaats is. Ja, een slachtoffer is een slachtoffer. Maakt niet uit wiens bom op je hoofd valt. Hè. Dat is altijd in een oorlog iets vreselijks. Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen de autoriteiten en de bevolking zelf en Hamas, die nu die aanval is gestart. Ik denk dat het vandaag belangrijk is om zijn solidariteit te laten zien, om te ensemble à la mémoire de toutes les victimes civiles qui sont tombées. Ja, mevrouw Hertogen, ultimatum van de Israëlische defensie aan de inwoners van Gaza-stad. Wat denkt u dan? Ja, verschrikkelijk. En ik ben niet de enige die dit denkt. Het is intussen ook vanuit de VN belabeld als verschrikkelijk. Eigenlijk wat ze gezegd hebben is dat 1,1 miljoen burgers nu 24 uur hebben om zich te verplaatsen. Maar op een terrein dat twee keer zo groot is als Brussel's hoofdstedelijk gewest, wat afgesloten is, waar al zoveel beschietingen zijn geweest, waar geen humanitaire hulp of hulpgoederen nog binnenkomen, waar dat eigenlijk het zuiden zelf al zo dicht bevolkt is dat de burgers daar ook niet meer terecht kunnen. Dus dit is echt een oorlogsmisdaad die aangekondigd wordt. Dus dit is heel schrijnend. Ja. Heel schrijnend, meneer De Wever. Hoe kijkt u naar die situatie? Wel, dat is natuurlijk het scenario dat Hamas geschreven heeft. En dat is een drama dat het zich nu afwikkelt. Hè. Als je zo'n terreuraanslag pleegt, hè, zonder omzien, een anti-westerse terreuraanslag voor alle duidelijkheid. Hè. Want iedereen werd er over de klink gejaagd. Hè. Niet alleen Joden, hè. Zelfs mensen uit Thailand, zichtbaar geen Jood, zijn mee vermoord. Hè. Moest u of ik daar geweest zijn, we waren er mee aan. Of we zaten ook in zo'n tunnel. Het is pure anti-westerse terreur. Dat heeft niks met Israël te maken. Het heeft niks met de gewone Palestijnen te maken. En Hamas wist dat Israël tot een grondoorlog zou geprovoceerd worden. Dus ze wilden dit. En ze gaan natuurlijk zoveel mogelijk burgerslachtoffers laten maken. Hamas, je kan geen onderscheid maken tussen burgerlijke en militaire doelen, want die worden vermengd, doelbewust. Ze willen veel bloed zien om Israël te kunnen isoleren op het wereldtoneel. Waarom doen ze dat? Wie heeft hier voordeel van? Teheran heeft hier voordeel van. Moskou heeft hier voordeel van. Hamas is de proxy van Teheran. Dat is het al jaren. En dus zeggen, solidair zijn met Israël, de kant kiezen van het licht van de westerse beschaving van de Israëlische democratie, is niet de kant kiezen tegen de gewone Palestijnen. Dat is de kant kiezen tegen terreur, tegen Hamas. En daar kan je inderdaad maar één kant kiezen. Dat is de juiste kant. De juiste kant van de geschiedenis. En ik vind het ongelooflijk stuitend dat men dat opvat als een provocatie. Dat je de Joden daarin ondersteunt op het moment dat zij een aanslag meemaken. De ergste sinds 9-11, de ergste sinds de Holocaust. Waar je in een stad als Antwerpen een Joodse gemeenschap hebt. Waar mensen zijn die dit nog hebben meegemaakt. Hè? Overlevenden van de Holocaust. Waar gemeenteraadsleden zijn die kind zijn van mensen die de kampen overleefd hebben. Hè? Die film weer voor hun ogen zien afspelen. Dat zelfs op zo'n moment dat je kritiek krijgt om zo'n mensen nabij te zijn. Ja. Ik vind dat stuitend. Maar ik ze zitten wel als ratten in de val. Hè? De gewone Palestijnen. Ja. Ja, natuurlijk. Lees Yuval Harari. Ik denk dat de intelligentste mens is ter wereld, zo ongeveer. Is een Israëliet. Heeft een column geschreven in The Guardian, waar hij zegt, eigenlijk zou er één ding moeten gebeuren. We mogen niet in die provocatie stappen van Hamas. Er zou een internationale coalitie, zelfs met de Saudis, moeten komen. Om te deescaleren. Iran moet de boodschap krijgen. Blijf hier tussenuit. En dan moet Gaza worden gedemilitariseerd. Maar zelfs iemand als Harari zegt, zonder de ontmanteling van Hamas is er niks mogelijk. En Gaza zou moeten heropgebouwd worden als het Singapore aan de Middellandse Zee. Dat is een droom die veraf lijkt, maar hij heeft gelijk. Dat is de enige oplossing die er is. Het was de enige mogelijkheid. Nee, maar ik denk, waar ik het mee eens ben, is, hè, iemand zei, je kan niet tegelijkertijd pro-Palestina zijn en pro-Hamas. Ik denk dat dat aangetoond is. Wat Hamas gedaan heeft eigenlijk geen goed gedaan. Absoluut niet in de Palestijnse zaak. Je ziet het vooral door het feit dat er vanuit Europa, VS, het wordt alleen maar een grotere kloof. Dus er is eigenlijk nog heel weinig draagvlak voor de Palestijnse zaak. En dat is heel jammer om te zien. Maar waar ik het niet mee eens ben, is dat je enkel kan zeggen, dit is wat Hamas op zich heeft, of op het Palestijnse volk heeft afgeroepen. Er is al een langere geschiedenis. Het conflict Israël, Palestina, de
afsluiting van Gazastrook is al langer aan de hand. En dat was mijn reactie op uw speech. Ja. Ik heb daar gezegd, dat was wel hallucinant. Is op dat moment, enkele dagen na die aanslag, je weet ook al dat de Israëli's op dat moment hadden gezegd, we gaan Gazastrook helemaal afsluiten. En je hebt die geschiedenis, op dat moment die speech geven met die toon en die woorden, was voor mij eigenlijk aangeven dat er te weinig voeling was met wat leeft er nu eigenlijk in onze samenleving en globaal. Hè? Er zijn heel veel mensen die meeleven, maar meeleven met de burgerslachtoffers en vooral die angst voelen of een nood voelen aan waar is dat kader, waar is dat internationaal recht. En als je op dit moment enkel zegt tegen Israël, ga maar, wat er door Biden enzovoort gezegd is, Blinken gezegd is, vanuit heel veel hoeken in de wereld gezegd, ga nu maar, nu kan Israël zich compleet geven op die zelfverdediging, dan geef je eigenlijk een carte blanche. Dat heb ik nooit gezegd. Met dit geval. Nee, dat heb ik nooit gezegd en dat zegt niemand. Hè. Ik ben niet ongevoelig voor de Palestijnse zaak. Ik ben er in juli nog geweest in de Palestijnse gebieden. Die politiek van nederzetting van de Israëli's, dat is effectief stuitend. Hè. En die regering Netanyahu, de samenstelling daarvan, dat heeft bepaald niet bijgedragen. Hè. Maar de veroordeling van Hamas moet ondubbelzinnig zijn. En als je spreekt over angst in Europa, is de angst maar aan één kant. Dat is bij de Joden. Ja. Ik denk niet dat Hamas-sympathizers in Europa vandaag bang over de straat lopen. De Joden lopen bang over de straat. Mensen zijn bezorgd voor wat er ginder gebeurt. Maar voor hun veiligheid hier in Europa is het de lange arm van Hamas, Hezbollah en Teheran die hier slachtoffers kan maken. De Joden in Antwerpen zijn doodsbang. Ik denk niet dat sympathisanten van de Palestijnen of zelfs van Hamas zich veel zorgen moeten maken. Als u de keuze zou hebben in Brussel rondlopen met een Israëlische vlag door Molenbeek of een Palestijnse, welke keuze zou u maken? Ja, maar dat maakt je angst. De angst zit echt in Europa, maar een aan kant. En ik moet mijn burgers die bang zijn, nabij zijn, mevrouw. Ja, dat is mijn taak als burgemeester. Angst over oorlog. We hebben Oekraïne, Rusland als oorlog, daarvoor andere crisis gehad. Nu is er deze crisis die, waarover gezegd wordt, het zou opnieuw een wereldoorlog kunnen zijn als er een escalatie is. Dus uiteraard, en angst is misschien het verkeerde woord, maar er is heel veel meeleven, er is heel veel bezorgdheid. Mensen willen geen escalatie. We weten allemaal dat vrede noodzakelijk is om tot welvaart en welzijn te komen. Dus angst is dan misschien het fout. Het is zorg, bezorgdheid. Het probleem is, mevrouw, dat in Israël heb je nog oppositie tegen deze regering die dit wil aanrichten. En die zegt, nee, laten we dit toch op een andere manier proberen. Dat heb je niet in Gaza. Nee. Waarom? Omdat in 2005 heeft Israël Gaza verlaten. In 2007 heeft Hamas daar de macht genomen. Ik zie nog altijd de beelden van de Hamas-mensen die met hun voeten op het bureau zitten van de meneer Abbas. Sindsdien wordt heel dat gebied gegijzeld door die organisatie. En daar zijn wij in het Westen heel, heel langmoedig in geweest. Okay, wij hebben laten gebeuren. Ik wil ook even naar hier halen. Vindt u het verstandig wat de burgemeester heeft gedaan door te zeggen, ik geef mijn volledige steun aan Israël? Tegen terreur. Ja. Tegen terreur. Het is toch geen andere keuze? Ik zou het misschien niet op deze manier verwoord hebben, omdat je met een hele grote gemeenschap zit van allochtone mensen uit Marokko, afkomstig zijn uit familie, uit Turkije, noem maar op. En, maar je zit natuurlijk ook van oudsher, bijna historisch, met een aanwezigheid van Joodse mensen. En die vaak afstammelingen zijn van mensen die de kampen hebben meegemaakt en die opnieuw dingen zien afkomen. Maar ik zou het op een andere manier verwoord hebben, want het zijn zeer gevaarlijke dagen. Kijk wat er in Frankrijk gebeurt. Er is echt niet veel nodig om de lucifer aan de ooiberg te leggen. Ja. Het is niet het moment om met vlaggen te zwaaien, zei minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Genet. Nee, klopt. Maar ik vond dan het voorbeeld van Amsterdam, waar ze de vredesvlag gehezen hebben, en dan vooral met die expliciete boodschappen, de steunbetuiging aan alle slachtoffers, aan Israëlische zijde en aan Palestijnse zijde, en steunbetuiging aan de Amsterdammers, die angst voelen, die meeleven, weten dat 80.000 van de 140.000 Nederlandse Joden in Amsterdam wonen. Dus heb je ook een heel grote gemeenschap. Ik denk dat dat signaal, als we het daarover hebben, sterker was. Ja. Ik denk dat men nogal gemakkelijk voorbij gaat aan de aard van deze terreur. Ik heb die mensen van Hamas niet horen roepen, leven Palestina, hè, toen ze de mensen aan het vermoorden waren. Zij liepen, Allahu Akbar. Dat hebben ze geroepen. Ze hebben die kibbutz binnengevallen. Als je nu weet wat die kibbutz zijn, dat is de hardcore steun van de linkerzijde in Israël. Daar zijn ze binnengevallen. Ze hebben Vivian Silver ontvoerd, vredesactiviste, een van uw collega's. Iemand die gekend is om humanitaire hulp aan Gaza en aan de Palestijnen daar te helpen, aan medische hulp. Dit is blinde
anti-westerse terreur. En dan moet je partij kiezen en moet je niet dubbelzinnig zijn. Dan moet je duidelijk durven zijn daarover. Die bezorgdheden, als ik dat nog mag zeggen, die snap ik ook. Ik zal volgende week ook de Palestijnse Antwerpenaren, we gaan een delegatie samenstellen, op het stadhuis roepen, om ook met hen te praten en te zeggen, onze keuze tegen Hamas en tegen terreur is geen keuze tegen jullie. U gaat en geen betogingen verbieden, bijvoorbeeld. Maar dat heb ik nooit gedaan. Wat in Frankrijk nu wel gebeurt. Ik vind dat niet verstandig. Mensen moeten hun mening kunnen uiten, anders komen die, die meningen op een andere... Is anders natuurlijk. Dat is ook zo. Maar totaal anders, het verbieden van betogingen, dat doe je beter niet. Je moet ze kanaliseren, je moet zeggen wat er kan, wat er niet kan. Je moet het veilig organiseren, maar je moet emoties laten naar boven komen. En die betoging pro-Palestina is ook heel correct verlopen in Antwerpen. Heel correct verlopen en dat moet kunnen. En ik zal die mensen ook ontmoeten om te zeggen, mijn steun voor Israël tegen terreur, tegen die anti-westerse terreur, is geen miskenning van het leed van de Palestijnen. Ik ken dat maar al te goed. Had u dat dan niet meteen beter? Maar toch niet op dat moment. Gezegd? Toch niet op dat moment. Waarom niet? Dat soort kanttekeningen verschenen in onze media, terwijl de mensen nog lagen te sterven in de kibbutz. Letterlijk. Ik vind dat ongepast. Nogmaals, dit is de ergste terreurdaad sinds 9-11. De ergste moordpartij op Joden sinds de Holocaust. Als je weet wat die gemeenschap heeft meegemaakt. En je staat dicht bij zo'n gemeenschap in je stad. Dan moet je op dat moment duidelijk durven spreken. Dat kan je niet vergelijken met de aanslagen hier. Op dat moment hebben wij ook gewoon naar onze slachtoffers gekeken en rabiaat daarop gefocust. Ja, maar dat is een compleet andere context. Kan je daar niet mee vergelijken? Nee, dat je op dat moment zegt steun voor die slachtoffers. Nee, op dat moment dat de speech werd gegeven, er ook al burgerslachtoffers en vallen waren aan Palestijnse zijde. Dus je kan die context niet wegvegen. Dus ik blijf erbij dat je wel als burgemeester die beide boodschappen kunt geven. Maar wat ik wel wil benadrukken is dat er... Ik volg u volledig dat een terreurdaad is, dat dat nooit vergoeilijkt mag worden. Maar ik geloof dat je die boodschap kan brengen en tegelijkertijd kan zeggen, Israël moet wel het internationaal recht naleven. Beide kan. Maar daar is het verschil bij van mening. Het een slaat het ander niet uit. Ja, alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd. Maar men is veel te meegaand geweest voor in de loop der jaren voor verenigingen, voor organisaties als Hamas, die... Ja. Puur crimineel zijn, hè? Ja. Laat ons wel wijzen. Zoals men dat in het verleden ook is geweest voor Fatah en voor de PLO. De meest corrupte organisatie, want eerlijk gezegd, de Palestijnen zijn nooit gediend geweest door de organisaties die geacht werden hun te beschermen. Nee, en er is ook, als uit peilingen blijkt, dat het draagvlak ook zeer laag is bij de Palestijnse bevolking. Dat is wat ik denk dat nu men merkt. Voor het eerst hoor ik nu ook vanuit Gaza ook zeggen, ja maar hé, wat gebeurt hier? Wij worden hier als schild gebruikt. En ik denk dat ook daar de Israëlische regering op speelt om eventueel die bevolking, wat de Engelsen gedaan hebben met de IRA, die bevolking los te krijgen van die terreurorganisatie. Ja. Dat zal heel moeilijk zijn, maar het zal... Ja, nog een vraag. Caroline Genet, minister van Ontwikkelingssamenwerking, pleit ook voor onderhandelingen op te starten. Het diplomatieke kanaal, maakt dat nog kans volgens u? Wel, het kan alleszins geen kwaad doen om het te doen. Ik heb alleen vastgesteld... Wie zou dat kunnen doen? In de loop der jaren heb ik altijd vastgesteld dat telkens als er bij die organisaties zoals PLO en Hamas mensen waren die eventueel misschien geneigd waren om te gaan praten en overleg te plegen met Israël, dat die meteen aan de kant zijn geschoven als ze al niet vermoord zijn. Dat is het drama dat Harari beschrijft. Ja. Zij die voor vrede kozen in Israël hebben daar zelden baat van gehad. Ze zijn vermoord, ze zijn aan de kant geschoven, ze zijn ontgoocheld in hun verwachtingen geweest. Misschien zijn ze nooit genereus genoeg geweest, maar het is een heel moeilijk proces. Nee, en dit is een heel cynisch geopolitiek spel. Als je spreekt over onderhandelen, dan is de vraag met wie? Ja. Toch niet met Hamas, mag ik hopen. Het zou hetzelfde zijn als na de aanslagen in Zaventem zeggen, we moeten met IS gaan praten. Dat gaan we hopelijk niet doen. Met wie moeten we wel praten? Als je kijkt naar die Abraham-akkoorden, die Israël heeft gesloten bijvoorbeeld met Marokko, zag je nu dat men op punt stond om Saoedi-Arabië als strategisch partner naar Israël toe te trekken. Daar zit volgens mij de sleutel. Ja, en dat is het drama dat de Israëli's nu met die grondoorlog wellicht heel dat proces terug naar af gaan schieten. In het verleden die buurlanden van Israël, noem ze op, de vier, Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte. Zeg mij nu eens, wat hebben die al gedaan
voor de Palestijnen. Mm-hmm. En dan spreek ik nog niet van de Saoedi's en de Iraki's en zo. Ja. Wat hebben die? Die zijn compleet in de steek gelaten door die buurlanden. Ja, het eerste dat Egypte gedaan heeft, is de grens sluiten. Want men ziet altijd Gaza als een gevangenis, maar er is dan één muur die ontbreekt. Hè. Er is een open grens met Egypte. Vanaf dat Israël daar troepenconcentratie, het eerste dat Egypte naar hem zegt, grens dicht. Ja, maar met die solidariteit. Met wie wordt gebombardeerd? Die solidariteit mag je niet overschatten. Met wie zou er onderhandeld moeten of kunnen worden? Dat is de vraag. Ik weet dat Egypte op tafel wordt gelegd, maar ik denk, ik weet niet of jullie de serie The Diplomat gezien hebben op Netflix. Er wordt op een bepaald moment door een van de belangrijkste personages gezegd: diplomacy never works until it does. Ja, dus ik denk dat het neerkomt op welke netwerken zijn er, welke kennis is er, waar wordt er een hefboom gezien. Ik heb daar zelf geen zicht op, maar je hebt de VS, je hebt Europa, kleine spelers maar die wat doen. En dan zit je inderdaad met Egypte, Saoedi-Arabië. Ursula von der Leyen gaat daar nu op bezoek. Is daar op dit moment, haalt dat iets uit? Ja, het is alleszins een signaal. De vraag is alleen met wie ze gaat spreken, wat gaat ze daar zeggen, Biden gaat ook. Maar er is voor mij geen andere keuze dan de weg bewandelen van diplomatie, dan de weg bewandelen van dialoog. Als je zegt, we keren ons hiervan weg, dan heb je wat de Palestijnen eigenlijk al decennia zeggen. En de internationale gemeenschap, de buurlanden, kijken niet. En dan heb je de cocktail die leidt tot waar we vandaag staan. Er is geen andere optie, maar ik kan hier niet op tafel leggen. Het zijn die en die personen die je moet vragen. Wat gebeurt er nu? Israël gaat daar binnentrekken. Ja. Dat wordt een stadsoorlog. Wat van de moeilijkste te voeren oorlogen is, met heel veel slachtoffers. Daar is niks goed van te verwachten. Men heeft het in het zuiden van Libanon ook gezegd, waar Hezbollah met wortel en tak uitdrukken. Hezbollah is sterker dan ooit tevoren. Dat gaat hen niet lukken. Ik hoop met de irrationaliteit na die terreuraanslag dat toch de wijsheid zou kunnen regeren. Ik vind het hoopvol dat Benny Gantz nu in de regering treedt om dit niet te doen. En als je zegt, wie moet er geopolitiek, diplomatiek optreden? De vijanden van Iran moet men nu verzamelen. Men was op weg met de Saudi's. Zij moeten nu ingrijpen. Zij moeten Gaza demilitariseren. Zij moeten Hamas uit de Gaza trekken. En zij moeten vervolgens een inspanning doen, financieel, humanitair, om Gaza herop te bouwen tot een welvarende leefomgeving voor die Palestijnen. En dat is het enige dat op termijn kan helpen. Men gaat vooral ook de Qataris moeten bij de zaak betrekken, want die hebben Hamas gefinancierd tot nu toe. Van wapens mee voorzien, ook samen met Teheran. En men gaat die nu ook onder druk moeten zetten om hier tenminste mee te stoppen. En een gesprek te organiseren. Ja, maar wie kan dat? Dat kan alleen de Verenigde Staten. Marokko, Egypte, de Saudi's. Maar u zegt, u bent tevreden dat Benny Gantz in de regering, dat ze nu een eenheidsregering hebben gemaakt. Dat was een gematigd op voorhand. Maar als je ziet welk beleid dat ze nu voeren, ben ik daar niet zo tevreden over. Dus het is voor mij echt de vraag waar dat heeft. Kan je zich eigenlijk inbeelden? Moesten hier morgen mensen binnenvallen die 1200 mensen vermoorden in koele bloeden, hoe wij zouden reageren? Dat is nogal gemakkelijk van u van op afstand te zeggen, blijf toch een beetje kalm. Zo eenvoudig zal dat niet zijn. Ik vind het hoopvol dat gematigde krachten in die regering nu komen. Want die regering van Bibi heeft niet bijgedragen tot een goede afwikkeling van die situatie. Men heeft Hamas echt wel de kans gegeven om nu toe te slaan op een onwaarschijnlijke manier. En Israël mee te sleuren naar een plek waar het absoluut niet wil zijn, zijn het terug isolement voor decennia in de Arabische wereld. Dat moeten we trachten te vermijden. U verwees daar net al naar de situatie in Frankrijk. Aanslag in Arras. Iemand die gesignaleerd stond, ook bij de politie. Vreest u voor een import van dit conflict in onze landen? Maar importen, we zitten nu momenteel in Europa, denk ik, met 50 miljoen mensen van islamitische gezinten. Dus dat is een hele grote groep. Sommige van die groepen zijn licht ontvlambaar. Dan krijg je dit soort incidenten. Dus de reden te meer om hier heel omzichtig mee om te gaan. Ja, vreest u voor die import van dat conflict, ook in ons land? Ja, de oproep is expliciet gedaan door Hamas. Ik kan alleen maar onderschrijven wat hier gezegd wordt. Het is de grootste reden om te deescaleren. En uiteraard moet er ook geïnvesteerd worden in veiligheid, vanuit de veiligheidsdiensten. Maar het is vooral belangrijk om die boodschap voor deescalatie, verbinding, als je met de Palestijnse gemeenschap, om dat te blijven doen. Om manifestatie op een vreedzame manier toe te laten. Maar vrees is een groot woord, maar... Ja, als die oproep gebeurt, dan denk ik dat het wel heel realistisch is om er rekening mee te houden. Dan is het goed dat de burgemeester ook met de Palestijnse gemeenschap gaat praten. Ja. Maar altijd. Ik vind dat super om te horen. En ik denk ook dat datgene is wat je moet doen als burgervader. En wat we moeten doen op alle verschillende politieke niveaus, ook internationaal. Ja. Het dreigingsniveau wordt niet verhoogd. Mm-hmm. Maar bent u, uw stad, uw politiemensen in een verhoogde staat van paraatheid? Ja, zeker. Ja, we hebben heel wat maatregelen genomen. Ik heb net ook een mail naar Annelies Verlinde gestuurd.
om federale bijstand te krijgen. Op verschillende manieren is die mogelijk. Ik zal het met haar bespreken, want we denken dat we dit voor een lange periode gaan moeten volhouden. En de angst zit aan één kant. De moslimbevolking, denk ik, voelt mee met de Palestijnen. Dat is normaal, dat is een stuk herkenbaarheid. Ook wel een stuk een slachtofferschap dat herkenbaar is voor hen. Maar ik geloof niet dat alle moslims Hamas-sympathisanten zijn. Heel ver van. Heel ver van. En dus we moeten opletten dat we hen dat ook niet maken. En dus ook die banden zullen de komende dagen en weken heel goed moeten verzorgd worden, heel goed moeten worden bijgehouden. Ik hoop vooral dat dat daar op het terrein niet ontspoort. Maar de kansen, het ziet er niet zo goed uit, laat ons eerlijk zijn. Oké, goed. Laten we... Goed, maar... Nee, ja, u ook. U ook met die vrees. Laten we naar een volgend onderwerp gaan, want de regering, De Croo, heeft nu ook haar laatste begroting van deze legislatuur goedgekeurd. En de regeerverklaring, die werd uitgesproken op basis daarvan, is eigenlijk uitgedraaid op een verdediging van het beleid van de afgelopen jaren, niet alleen het laatste jaar. Met als belangrijkste boodschap, deze regering heeft haar beloftes gehouden. Velen hebben beloften gemaakt. Deze regering heeft beloften ingelost. Deze regering heeft in moeilijke omstandigheden, in crisisomstandigheden, denk ik, goed werk geleverd. Had ze in eenvoudigere toestand verder kunnen gaan qua hervormingen? Dat denk ik wel. Wat is de slotsom van Vivaldi? Want er gaat niks meer komen. We zijn aan de slotsom. Wat is de slotsom van Vivaldi? Binnen België is hervormen absoluut onmogelijk. En België is een luxe die we ons niet langer kunnen permitteren. U heeft 4 jaar lang de begroting gebruikt als excuus om niks te moeten doen voor gewone mensen. 4 jaar lang. Het contrast kan niet groter zijn. Deze regering versterkt de koopkracht. Die regering van u verhoogt de factuur. Ik hoop natuurlijk dat alle deelstaten zich houden aan de afspraken, net zoals de federale overheid zich gehouden heeft aan de afspraken. Vlaanderen heeft dat jammer genoeg niet bepaald gedaan. Ik hoop dat de andere deelstaten dat wel doen. Ja, Rick van Kouwelaert, heeft Vivaldi haar beloftes waargemaakt, zoals Alexander De Croo beweerde tijdens de regeerverklaring? Wel, ik zou toch iedereen aanraden van de verklaring te lezen. Die is afgelezen door dezelfde premier toen hij begon. Die zag er helemaal anders uit dan het resultaat nu. En ik denk dat Koen Gens gelijk het onlangs toen hij zei in een interview, wij kunnen niet meer hervormen. Wij kunnen alleen de uitgaven nog verhogen. Dat is het enige wat wij nog kunnen beslissen. Dus ik denk, en meneer Gens is zeker geen extremist, dit is eigenlijk een illustratie daarvan. Van wat Gens toen gezegd heeft. En ja, inderdaad, hij verwijst voorzichtig de premier naar de deelgebieden, naar de regio's en vooral. Dat is juist, Europa neemt die nacht het totaal van de entiteiten. Maar daar, hij verwijst nu echt misschien naar Vlaanderen. Maar als ik zie wat Wallonië aan het doen is, met ook zoals Vlaanderen, zaken uit de begroting te houden. Hier, ik denk dat bij in 24 men toch een grote pauwhou zal moeten houden om afspraken te maken die sluitend zijn. Goed, we gaan er zo meteen verder op door. Hoe hebt u daarnaar gekeken? Wat was voor u belangrijk in het beleid van deze Vivaldi-regering? We waren enthousiast toen ze aantraden, omdat ze mensenrechten en eigenlijk ook een internationale dimensie echt wel expliciet hebben opgenomen in het regeerakkoord. En we hebben een aantal positieve dingen gezien, zoals die focus op activisten of op met de vrijlating van Olivier van de Kastelen. Wat er gebeurde is rond de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dat was echt wel politiek leiderschap, niet enkel federaal. Na een beetje politieke profilering is er toch heel duidelijk gemaakt, kijk, hier gaan we voor. Maar ook die koopkracht die toch wel behouden is in de coronapandemie. Dus dat zijn allemaal zaken waar wij wel positief over zijn. Maar het negatieve is wel dat we die internationale dimensie echt wel gemist hebben als het dan ging over de aanpak van de coronapandemie. Dan werd er heel erg gefocust op wat we hier moesten doen en werd vergeten wat er eigenlijk in de wereld gebeurde. Ook op vlak van ontwikkelingssamenwerking, maar dat is nu onze niche, was er een belofte om te streven naar 0,7%. Dat is niet waargemaakt. Het was op een bepaald moment gekoppeld aan de defensieuitgaven, maar die belofte is eigenlijk ook niet nagekomen. En dan op vlak van migratie, het is er straks al benoemd, die opvangcrisis is toch echt wel zeer frappant en toch wel ook een flagrante schending van mensenrechten. Dus ja, het is voor ons positief dus en negatief. De premier hoort zeggen, ja, Wij hebben onze beloftes gehouden, dan... Goh, weet je, ik zit niet in de politiek. Hè. Ik ben geen voorzitter van een partij en ik geloof heel erg in democratie en
het is misschien raar, maar waar, maar ik ben echt voor politiek. Dus ik vind het ook heel normaal dat na 4, 5 jaar voor de regering, zowel Vlaams als federaal, waar het enorm moeilijk is geweest, crisis na crisis na crisis, voor mij is dat geen excuus. Ik vind dat er hard gewerkt is en uiteraard zijn er zaken die behaald zijn en zaken die niet behaald zijn. Dus ik ben milder als vele commentatoren, maar ik zit ook niet in de positie van oppositie voeren of scherpe journalistiek. De beloftes zijn niet allemaal nagekomen, maar ik zie wel een aantal lichtpunten. Ja. Voor ik naar u kom, meneer De Wever, er zijn wel, want ja, de premier heeft eigenlijk zijn hele legislatuur overschouwd voor een stuk in die laatste regeerverklaring. We hebben wel wat crisissen gehad waar deze premier, laten we maar zeggen, een zeker leiderschap heeft betoond, daar op een bepaald moment ook beloond voor geweest is, om ons door die crisissen heen te loodsen. Wel, zeker in het begin met de COVID-pandemie, maar daar hebben we ons heel snel afgestemd ook over op de omliggende landen, laten we wel wijzen. De maatregelen die toen genomen zijn, zeker in de beginfase, waren bijna gekopieerd op de Fransen. Het behoud van de koopkracht, wil ik toch wel iets op zeggen. De behoud van de koopkracht, ja. Maar dat danken we natuurlijk wel aan ons hele indexsysteem. Dat is het grote verschil met een aantal inleidende landen. De rekening komt natuurlijk altijd achteraf. Ja. U bent heel streng in uw oordeel voor Vivaldi. Elke keer als we het woord laten vallen, zit u klaar. Wat is eigenlijk uw belangrijkste punt van kritiek op deze regering? Als u er één mag uitleggen. De dag dat hij die verklaring heeft afgelegd, is ironisch genoeg de projectie van het IMF uitgekomen, de recentste over onze begroting. En wij gaan naar 6%, bijna 6% tekort in 2028 en we zakken naar bijna 10% tekort, omdat de begroting structureel ongezond is. Bij ongewijzigd beleid moet u er elke keer bij zeggen. Ja, dus het begrotingstekort, de laatste keer dat ik er iets over te zeggen had, in 2018, was minder dan 4 miljard. Het is vandaag... Dat was voor een coronacrisis en ja, voor een energie. Meneer De Vader, het is crisis voor iedereen. In het IMF zijn wij de allerslechtste. Griekenland en Italië doen het veel beter dan wij. Naar die 6%, laat staan, nog iets verder. Dus als je niet onmiddellijk begint te hervormen, wat we hier gisteren al hadden moeten doen, dan gaan wij de dieperik in. Dus ik vind die verklaring hallucinant. En dan nog op het einde zegt hij, ja, maar Vlaanderen moet wat meer zijn best doen. Dat is de enige entiteit, lees het planbureau, die naar overschot gaat. Brussel en Wallonië houden zich aan de afspraken, die zijn failliet. Het Rekenhof valideert zelfs hun begrotingen niet meer. Die gaan naar schuldgraden van 200% en 300%. Dat zijn de goeie. Ja, mag ik zeggen dat hij op de knieën zit voor de Franstaligen? Ik zal geen sterke beeldspraak gebruiken, maar dit is gewoon hallucinant. Ja. Ja, maar dan heeft het zogezegd goed gedaan. Een beetje in het rood is ook nog rood. Het blijft rood. Dat is een zeker, maar natuurlijk... Vlaanderen heeft ook technieken toegepast door een aantal zaken uit de begroting te halen. Hè. Laten we wel wezen. Niet in de, lange, in de basishypothese op lange termijn. Hè. Die zitten iedereen wel in de hypothese om het doel volgend jaar te bereiken. Dat klopt, een aantal investeringen. Maar niet in de basishypothese waar we naar overschot gaan. Hè. Maar wat er juist is natuurlijk, is dat wat de Croo doet eigenlijk met zijn begroting, wat hij gedaan heeft met de F-16's voor Zelensky. Hè. We gaan ze u geven, maar nu nog niet. In 25, als de volgende regering het eens is. Wel, de volgende regering, bonne chance als die zich over deze begroting moet gaan buigen. Want inderdaad, bij ongewijzigd beleid zit je, zoals de IMF zegt, zit je daar aan die 6%. Ja, je moet daar wel aan beginnen. Hè. Je zit met Brussel bijvoorbeeld met een gigantische probleem. Het is de Achilleshiel, maar als u de vergelijking zou moeten maken, de Vlaamse regering, waar de N-VA de leidende partij is, of de federale regering, wie heeft er het beste gewerkt? Wel, ik denk dat Vlaanderen onmiskenbaar heeft beter gewerkt. Hè. Vlaanderen is natuurlijk ook rijker, laat ons wel wijzen. Hè. Dus een betere vertrekpositie. Ze hebben een betere vertrekpositie, hè. Dat is onmiskenbaar zo. Want dat zou zelfs iets beter mogen zijn onder ons. Hè. Er is veel tijd, er is in deze Vlaamse coalitie enorm veel tijd verloren met interne tegenstellingen en elkaar afkatten. Dat kan ik wel even, ja. Dus, maar het had wel sinds beter gekund. Maar zij, ja, wij liggen nu eenmaal waar wij liggen. Wij zitten in een betere positie. Er was een tijd waarin Vlaanderen zich beriep op evenwichten, met ook het argument, we helpen daarmee de federale overheid of het hele Belgische naar Europa toe. Maar de tijd is achter de rug. In 2028 gaan we net geen 6% tekort hebben omwille van het Vlaamse overschot. Die tijd is helemaal niet achter de rug. Maar de eenzijdigheid waarmee Wallonië en Brussel alle begrotingsregels overboord hebben gesmeten en de putten niet diep genoeg kunnen maken, rekenende op de inflatie, het smelten van het Vlaamse spaargeld noem ik dat, en meer inkomsten, ja pas assez de recette pour nos dépenses, zoals die Rupo het altijd zegt, om het toch weer goed te maken. Nooit is het zo schaamteloos gebeurd als de afgelopen jaren. En u hebt gelijk, Vlaanderen is een krakende wagen, heel veel ruzie in de regering,
Maar er is ruzie omdat er wordt bestuurd. Ik ben het niet eens met wat je zegt dat wij zomaar rijker zijn. We zijn rijker omdat wij besturen, omdat er nog iemand op de centen let, omdat wij in tegenstelling tot wat Koen Geens over het federale zegt, in staat zijn om op tijd beslissingen te nemen. En niet altijd populaire beslissingen. De hervorming van de woonfiscaliteit, wat we met het kindergeld hebben gedaan, zijn besparende maatregelen. Krijg je geen applaus voor op straat, maar een goede huisvader moet besturen. Federaal wordt er niet bestuurd. Okay, maar niet dan, bestuurd. We gaan gewoon los naar de muur. Dan vergeet u wel de olifant in de Vlaamse regeringskamer. Stikstof? Stikstof, inderdaad. Ja, nog eens. Als er miserie is rond stikstof is omdat Vlaanderen probeert te hervormen, probeert het probleem op te lossen, dat we, toegegeven, veel te lang hebben nagelaten, de ernst daarvan in te zien. Nu staat het vlak voor onze neus. Geen gemakkelijk probleem, moet opgelost worden. De komende weken zullen hopelijk raad brengen. Het advies van de Raad van State was zo streng dat het eigenlijk alle mensen de ogen zou moeten openen. Als je dat advies morgen in een decreet omzet, zit je in een totale vergunningenstop. Waar we eigenlijk de facto al in zitten. Hè. Alle investeringen zijn aan het stilvallen, omdat de rechtsonzekerheid over stikstof veel te groot is. En ieder met dit advies van de Raad van State in de hand, iedereen naar de Raad voor Vergunningenbetwistingen kan stappen, om morgen de hervergunning van Zaventem of een kleine boerderij of wat dan ook, lek te slaan. En dus dit moet nu echt wel opgelost worden. Het is ook een probleem, zoals Fresco hier ooit gezegd heeft, de Nederlandse wetenschapster, het is een probleem dat we grotendeels onszelf hebben aangepraat, ook het stikstofprobleem. Met de afbakening. Met de afbakening. Is dit daarnet hadden we het over de heropstanding van de CD&V. We hebben toen, u hebt dan naar een aantal federale ministers gekeken. Er is ook de houding van de CD&V in dit dossier geweest. Heeft dat een rol gespeeld in die heropstanding, denkt u? Dat valt af te wachten, want ik heb de indruk dat vooral Vlaams Belang daar bij dat dossier winst heeft gemaakt. En zeker in West-Vlaanderen. In die zin verklaart dat een beetje de aandrang van de voorzitter om meneer De Dekker terug te halen in West-Vlaanderen. Want ik denk dat daar de steun voor N-VA, zeker bij de boeren, serieus is afgekalfd. En die is naar Vlaams Belang gegaan. Maar Jo Broens is minister in Limburg. Ja. Daar had u het daarnet over met de peiling waar de N-VA het niet zo goed deed. Ja, maar ik weet niet of ze er echt veel, zal ik maar zeggen, geloofwaardigheid mee gewonnen hebben. Dus een geloofwaardigheid terugwinnen in zo'n dossier is een werk van lange adem. Ja. Het gaat niet zo snel. Die boeren zijn wel een beetje achterdochtig geworden tegenover het beleid vandaag de dag. Hè. Ja. Terecht, hè. U wou tussenkomen op dit dossier? Ja, nee, omdat ik zo net hoorde van Vlaanderen krijgt even een beter rapport, als je naar de cijfers kijkt. En dan was er het stikstofdossier waar dat dan negatief rapporten vergeven kan worden. Maar er zijn toch ook andere zaken waar dat we als naar de Vlaamse regering kunnen kijken, dat we zeggen, er zijn ook heel veel vragen rond kinderopvang, onderwijs. Ik denk ook, het klopt. Hè. Ik denk dat het verschil is tussen de federale en de Vlaamse regering, dat de Vlaamse regering op dit moment nog aangeeft dat het duidelijk is dat zij nog willen regeren. Dat was ook duidelijk bij de State of the Union van Jan Bon. Daar worden duidelijk politieke keuzes gemaakt, maar die ook wel duidelijk maken wat er vanuit dan, als ik het woord rechts mag gebruiken, een rechtsregering komt. En de kritiek komt heel snel vanuit armoede-experten dat het een middenklasse regering is. Dus, voilà. Daar kan ik perfect mee leven. Met armoederisico is in Vlaanderen nog nooit zo laag geweest als nu. Ja. Het budget voor de kinderopvang is tijdens deze regeerperiode verdubbeld. Het enige dat wij zeggen is, voor iedere euro die je erin stopt, ga je hem moeten besparen. Dat is wat een goede huisvader doet. Dat is het enige dat wij hebben gezegd. Ik heb mij nooit verzet tegen meer geld voor de kinderopvang. Ik heb altijd aan mijn coalitiepartners gezegd, ook besparingsvoorstellen doen. En zo is het in de laatste begroting ook gegaan. En kan ik ook perfect mee leven. Waarom kan maar dat budget is verdubbeld. Het onderwijsbudget nog nooit zo hoog geweest. Er hebben nog nooit zoveel mensen in onderwijs gewerkt als vandaag. Hè. Er zijn altijd grote problemen, maar we nemen maatregelen. Waarom kan u leven met, dit is een regering voor de middenklasse, moet de regering niet voor iedereen beleid voeren? Ja, maar ik denk zoals, ik vind dat een heel merkwaardige zoals John Kennedy het ooit heeft gezegd, als de tij omhoog gaat, gaan alle schepen mee. Ik geloof als je een sterke middenklasse hebt, werkende mensen, en je beloont productiviteit, hè, in tegenstelling tot wat Vivaldi heeft gedaan, wat vooral passiviteit is beloond, vooral de leefloners, langdurig werklozen, zo zegt om de armoede te bestrijden, zijn er op vooruit gegaan. Men beloont en men structuraliseert inactiviteit. Nee, je moet activiteit belonen. En als de koek groter wordt van de welvaart, kan je afromen en iedereen helpen. En dus investeert u in de middenklasse zodanig dus dat iedereen volgt. Dat is de redenering. Elke regering moet de ogen strak houden op de productieve middenklasse, want die is de motor van alle welvaart. En als je die niet verzorgt en die motor valt stil, dan zinken alle schepen. Allee, hoe kan je nu Vivaldi-beleid voeren en volhouden dat met begrotingstekorten van 30 miljard je de mensen beschermd hebt en de koopkracht hebt beschermd? Beschermt niemand is zo dom om dat te geloven, hè? Nee, maar het is de staatsschuld is boven de 500 miljard gestegen, dankzij die fameuze staatsbrand. Niemand is zo dom te geloven, werkend in Vlaanderen, dat zij die rekening niet gaan betalen. Ze zien hun spaargeld nu al smelten als sneeuw voor de zon door de inflatie.
Nu, alles is zo'n triple-down effect. Is ook al aangetoond dat dat niet altijd werkt. En ik denk wat wel belangrijk is, als jullie op een bepaald moment vanuit Vlaams niveau aangeven, die elektrische wagens, de aankoop daarvan wordt gestimuleerd, maar er wordt 0 euro geïnvesteerd in openbaar vervoer of geen extra middelen voor de lijn, dan geef je ook echt van een politiek signaal dat dan niet de richting is die je wilt uitgaan. En ik denk dat daar wel veel debat over is. Okay. Maar ja. Dat vind ik een terechte kritiek. Al is dat budget voor die elektrische wagens een schijntje, maar men had het misschien beter aan openbaar vervoer gegeven. Maar je bent nog altijd een coalitie, hè? Dus iedereen moet tevreden buiten komen. En wie wou dan de elektrische wagens? De Open VLD, zegt u? Ik wou het alleszins niet, meneer De Vader, maar je moet iedereen tevreden stellen. Maar dat gaat over 20 miljoen. Maar ik vind het drama is, ik zou nooit dat die elektrische wagens zijn allemaal bedrijfswagens voor een overgroot deel. Ja. En als je die weghaalt, dan haal je je doelstellingen niet voor de elektrificatie. Hier zit wel een redenering achter dat de bedrijfswagens elektrisch van een paar jaar geleden op de markt komen en dat men eigenlijk de tweedehandswagens nu ook subsidieert en dat dus met andere woorden de middenklasse die wagens dan ook kan kopen met die premie. Maar ik ben daar eigenlijk allemaal niet zo gek van het subsidiëren van consumptie, dat is dwaas als overheid, blijft daarvan weg. Maar goed, bon. Goed, nog een laatste punt. Ineos, te maken met stikstof, heeft nu... Heeft eigenlijk niks te maken met stikstof. Oh, weet u wat de impact van Ineos is op de Brabantse Wal, dat natuurgebied? In Nederland, een natuurgebied in Nederland, u gaat het zeggen, 1 koe. 1 koe. Ja. Dus dat heeft eigenlijk niks. De stikstofuitstoot van Ineos is nauwelijks meetbaar. En er heeft dat bedrijf. Maar dat is nu... net het probleem. Het decreet is voor een stuk niet vernietigd in het advies, omdat het meetinstrument door de Raad van State eigenlijk opzij wordt geschoven. Dat is niet waar. Ze zeggen, je moet dat beter onderbouwen. Heel die onderbouwing is door veto gemaakt, niet door de politiek. Die ligt klaar. Dus je kan dat decreet perfect remediëren. Maar de Raad van State zegt nog wel iets meer. De Raad van State zegt, zolang het stikstofbad in Vlaanderen, en je kan dan zeggen hoe dat historisch met die natuurgebieden is gekomen, maar je ontsnapt er niet meer aan. Dus ik kan dat 1000 keer zeggen, maar dat helpt niet. Mevrouw Rutten heeft gepleit om dat opnieuw te gaan bepleiten bij Europa, om die indeling op een andere manier te doen. Been there, done that, we have the t-shirt, it's a big fat no. Europa zegt, doe eerst eens uw huiswerk. Dat wil zeggen, laat dat stikstofbad leeglopen. Raad van State zegt, zolang als dat niet gebeurd is, objectief meetbaar gebeurd is, als in de verleden tijd, kan je eigenlijk geen enkele vergunning geven met impact op stikstof. Dus wat de boerenbondlogica altijd is geweest, maak gewoon een passende beoordeling, je komt er wel. Daarvan zegt de Raad van State, no way. Je moet een passende beoordeling maken bovenop al dat normenkader. En zo gauw er een impact is, is het antwoord nee, als het stikstofbad niet is gedaald. Beseft men nu eindelijk eens in Vlaanderen, ik weet dat allemaal heel ingewikkeld is, hoe diep dat wij in de problemen zitten. En niet alleen Ineos, dat gaat van de kleinste boerderij tot Ineos en alles daartussen. Maar als je geen decretaal kader maakt, waar die reductie stikstof ook in vervat zit, zijn die reductiemaatregelen, dan gaan we er niet komen. Dan is het allemaal plakwerk, broddelwerk. Aan de indruk dat die eerste poging van Ineos om een vergunning te krijgen, misschien toch wel een beetje nonchalant was ingediend. Want als ik nu zie dat zij 800 pagina dik dossier naar voren brengen. Wat heet de passende beoordeling? Ja, dan vraag ik mij toch af. Ja, met alle respect, meneer Van Kouwelaert, als je tegenover Jim Ratcliffe zit en die zegt van the impact of my factory is the impact of 1 cow or 3 barbecues and I couldn't have imagined my permit getting annulled by that, dan ben je nog zo groot. En nu hebben die 800 bladzijden moeten schrijven over de impact van 1 koe. Dit is absurdista. En als men morgen zegt, en sommige juristen zeggen dat, met die logica kan je er komen. Ja, maar het zijn wel de regels. Ontstentenis van een decretaal kader waar wij al 2 keer in de regering een akkoord over gemaakt hebben, maar waar men nu eindelijk de moed moet hebben om het blikje niet meer door het straatje te trappen, kicking the can down the road, met name de vrienden van CD&V, maar om eindelijk eens te accepteren dat er een eindpunt is gekomen aan iets wat zij de boeren veel te lang hebben wijsgemaakt. En ik besef dat dat heel pijnlijk is, maar die transitie moet gemaakt worden. Er ligt een massa geld klaar om die ook te begeleiden, maar we moeten dat doen. Tot zolang moet je aan bedrijven zeggen, voor wat je doet ga je 800 bladzijden moeten schrijven en uw rechtszekerheid is nog altijd zeer, zeer wankel. Dit is absurdistan. Dit bedrijf kan dat, 800 bladzijden schrijven. Kan Boer Teunis dat ook? Ik twijfel daar eerlijk gezegd aan. Dus wij moeten handelen. En ik hoop dat iedereen wakker is en beseft wat hier op het spel staat. Als men hier nog eens campagne gaat overvoeren en de woede gaat aanwakkeren die er is, en ik zeer goed kan begrijpen, in landelijk Vlaanderen. Maar heeft u niet onderschat? En men gaat daarmee naar de kiezer. En de dag na de verkiezingen moet je dit oplossen. Bon chance. Wie heeft er baat bij dit dossier? Want het is zo complex dat perceptie een heel grote rol gaat spelen. Dus daar waar ik toe komen, dat is, heeft u niet onderschat dat men finaal in dat dossier onherroepelijk terecht ging komen bij de Antwerpse haven en de chemiecluster.
Weet u hoe lang wij hier al mee bezig zijn om dit te vermijden? Wij hebben hier al 2 keer een akkoord over gemaakt in de Vlaamse regering. Het wordt alleen niet uitgevoerd. Het akkoord wordt dan anders uitgelegd. Maar men wil gewoon de Rubicon niet oversteken. Omdat er wel aan de andere kant van die Rubicon een paar pijnlijke waarheden zijn. Men had de boeren niet jarenlang moeten wijsmaken dat ze nog generaties lang mest in natuurgebieden konden kappen. Men had de boeren niet moeten wijsmaken, nee, maar, niet zozeer de CD&V, maar zeker bepaalde organisaties, dat schaalvergroting, meer dieren, nog meer dieren, dat dat de sleutel was tot een rendabel landbouwmodel. Dat is Europa geweest. Blijven zeggen. Dat is Europa geweest. Men blijven financieren, men is veevoeder blijven verkopen, ja. Dat winkeltje heeft gedraaid. Wel, het puntje komt nu bij het paaltje. En daar zal dat die mensen woedend zijn. Maar de uitbreiding is Europees georganiseerd. We hebben niet voor niks 3,5 miljard klaar liggen om die transitie te begeleiden. Maar elke dag dat je wacht, wordt dit erger en erger en erger. We hebben een rest nu gekregen, oude landen. Maar, dan willen wij spoorinfrastructuur maken om onze modelsplit te verbeteren. Wat zegt de Raad voor Vergunningsbetwisting? Ja, maar die vrachtwagens die naar die werken rijden, die stuiten stikstof, uw vergunning is geschorst. Wij willen een backbone bouwen om onze CO2 in de zee te gaan opslaan. Een milieuinvestering. Veel kans dat men zegt, ja, maar die werken, is veel stikstof, mag ook niet meer doorgaan. Allee, wij gaan aankomen in Absurdistan. Arrest, okay. per arrest. En op die trein wil je toch dus bij de haven van Antwerpen. Totaal onverantwoord. We zijn aan het einde van deze afspraak op vrijdag.